De ijsafzetting ontstond volgens de beheerder van de molens door een combinatie van vorst en mist. Normaal stopt een windmolen automatisch wanneer er ijsafzetting ontstaat, zodat het ijs niet in de rondte vliegt. Doordat de ijsdetectie niet werkte en een menselijke fout, bleven de molens vannacht gewoon doordraaien. Nadat vanochtend stukken ijs naar beneden kwamen, ontstond er volgens Groningen Seaports een gevaarlijke situatie. Je moet het zeker voor het onzekere nemen. We hebben een aantal ijsblokjes gezien. De formaten waren ook weer niet zo groot. Maar toch, je weet niet wat er nog meer komt. En vandaar dat we het zeker voor het onzekere hebben genomen en gezegd, we zetten de molens nu stop. Groningen Seaports heeft niet alle molens op het windpark stil laten zetten. In het open veld mochten de molens gewoon blijven draaien. Het stopzetten van de molens langs de openbare weg door Groningen Seaports is uniek. Nou, dit is voor ons de eerste keer en we gaan ook in gesprek met de betrokken partijen om te kijken hoe we dat ook in de toekomst kunnen voorkomen. Maar primair is het een verantwoordelijkheid van de molenbezitters in dit geval om te kijken of ze dit in de toekomst kunnen voorkomen. Morgen gaat Seaports in overleg met de beheerders van de molen om te kijken of ze weer mogen draaien.